Een woensdagmiddag in maart. Plaats van handeling, sportzaal De Kienhoef. Een drukte van je welste. Begrijpelijk, want het jaarlijkse BV Roy jeugdtoernooi vindt plaats. Er werd fel gestreden om toch maar vooral die bal te bemachtigen. Pas dan kun je scoren. Scoren doet zeer zeker de organisatie, die een enthousiasme niet onderdoet voor de basketballende jeugd. Alle jeugd van de basisscholen, Sint Oederode en Sonnenbreugel, er zijn er 15 in totaal, groepen 6 tot met 8. En die spelen vandaag om een kampioenschap? Natuurlijk. We krijgen straks nog een halve finale en de finale. En nou zijn het, we hebben 18 teams en we hebben 3 pools. En dus ongeveer, ja, elk team speelt ongeveer 6 wedstrijden. En dan kijken we straks wie er in de halve finale en de finale komt. We zijn vorig jaar hiermee begonnen, in 2011. En toen was het ook al succes, want toen hadden we ook ruim 100 kinderen. En nou, dit jaar hebben we zelfs 135 kinderen. Dus we hopen dat het elk jaar groter wordt. En heb je daarnaast ook nog de hoop dat de kinderen zo enthousiast worden dat ze zich aanmelden voor jullie vereniging? Dat is eigenlijk wel de bedoeling. Wij zijn eigenlijk op zoek nog naar een meisjesteam. Dus het zou heel leuk zijn als we een aantal meisjes bereid bevinden vandaag om mee te gaan doen. Misschien bij deze een oproep? Ja. Ga je gang. Nou, ik wil alle meisjes oproepen die vandaag meedoen om zich aan te melden. En in ieder geval 3 keer mee te gaan trainen, gratis. En dan wie weet, misschien dat ze erbij komen. Succes daarbij. Nou, hartstikke bedankt. Hoe heet jullie? De Ultimate Babies. De hoe? De Ultimate Babies. Nou, de baby's zijn volgens mij wel end af, of niet dan? Ja. Want jullie gingen tekeer, zeg. Dat is geen babywerk meer. Nee. En wat zijn de plannen voor vandaag? Ja, gewoon alles winnen. Alles? Ja. Gunnen jullie een ander niks? Jawel, maar wij willen graag winnen. Dus... Heb je ook een jel? Jel! De baby's zijn er wel! Yeah!